Zo. Oeh, hij is nou kwaad, joh. Ik denk dat we moesten redden. Ja, redden. Praat eens. Help, nog een zak. Schoppen, Mick. Dappen elkaar. Kijk hem gaan, hij valt. Hallo mensen, we zijn hier in Little Hillbillyland en we hebben hier de Little Blair Witch ofzo. Alleen dan Hillbilly Witch. Het is hier vooral moerassig, dat komt door de infecties van de boomklieren. Boomklieren worden gebruikt als sapzuigers, maar dat ligt eraan aan de conditie van de boom. We gaan nu even testen of de boom goed ruikt. Wel eng. Verder het bos in. Naar de Blair Hillbilly Witch. Kijk daar. We kunnen hier elk moment door een of andere zeemonster, die toch zomaar in het Hillbilly Moeras woont, opgestopt worden. Maar dat maakt ons niet uit. Zo, ik val haast. Niet bescheet. Ja. Kan toch, joh. Kijk. Dit is de kapbloem zonder bloem heel Belieland. Zo heet hij. Ik kan het geen tweede keer uitspreken, maar zo heet hij wel. Dit is zeer donzig. Het is een donzig gevat. Dat betekent dat het een harde winter is geweest. Dus vooral aan heel Belieland zijn het harde winters. Kijk maar, moeras en tweede winter. En een vent daarachter. En hier is het teerput. Hier is het teerput. Daar zijn alle dinosaurussen verdronken. Daarom zijn ze uitgestorven. Allemaal door heel Billeland. Maar er is nog een plaats. Maar daar komen we misschien later op terug. Misschien ook niet. Misschien hebben we daar geen zin in. Misschien hebben we daar geen geld voor. Misschien moeten we even sponsoren. Kijk, dit is Nokia. Ja, eigenlijk Siemens, maar toch Nokia. En van de Hillbilly moerassen zijn we aangekomen in het Hillbilly bos. Hier ergens woont de Hillbilly witch. Ja. Dat staat er. Dat zijn de paringsroepen van de bomen, maar soms ook niet, want de bomen kunnen natuurlijk niet bewegen. Soms wel, maar ja, ze hebben nou geen poten. Dat komt door de donzigheid die je net hebt gezien. Het geraamte van een heks. Het geraamte. Ja, denk ik wel. Het is magisch. Nou moeten we dit doen. Oké. Dat was het. Hou in mijn hoofd. Kijk, we kunnen hier niet staan. Dat komt door de ozonlaag. Hij is hier zeer laag. Situatie hier. Kijk, de heks. Dat is gewoon één heks. Die drijft. Die gaat voorbij. Heeft de Nederlandse vlag in de reet gestoken. Er zitten venters in.
in een heks. We gaan er los op. Nu lopen we op een heksduin. Een heksduin. Een heksduin. Ja. Daar lopen we nu op. Kijk, dit is een deur. Ik weet niet hoe die open gaat. Daar zijn wetenschappers nog niet achter. Maar het is een deur. Want daarachter zit een heks. We lopen nou gewoon op. Ze hebben zelfs kabel-tv. Kijk hun antenne. Je pakt het ook gewoon beet. Er zit een schroef. We slopen het. Een hol. Het gevaarlijke hol, de holheid. Hier wonen dwergen, de slaven van de heks. We moeten er overheen springen. Gewoon omheen, maar nee, we moeten er overheen. Kijk, deze omgeving. Er groeit daar een paaltje. Ja. Tussen de bomen. Nee. Moderne kunst. Uit de oude geschiedenis van hakken. Hoi, hoi, hoi. Dat hebben we hier gewoon gevonden, zoals het dat is. Ja, joh. Ja. Daar gaat hij hoor. Ik wat te licht. Kinderledematen. Ik val. Slaat een boom in elkaar. Gadverdamme. Kijk, mijn schoen. Kijk, mijn schoen. Kijk waar ik in sta. Kenkenzooi. Kenkenzooi, kijk mijn schoen. Ik haat deze wereld echt. Waarom moet dat nou weer in mijn pad liggen? Je poort erin. Er lag ook zo'n heel veel takken laag hier overheen. Ja, heel gemeen. Ze wouden gewoon dat ik erin ging. Gewoon expres gedaan, kijk wat je allemaal doet. Ik lach het maar uit. Er ligt daar een hele sloot terwijl ik over het bankje heen. Ja joh, er zijn karels joh. Gooit de stok erin, blijft staan. Kijk mijn sok. Kijk het. God. Kijk hem, hij is niet blij. Nee, ik ben niet blij. Nou, echt op wat rustig. Ik heb het gehoord dat andere mensen het ook. Oh, andere mensen verdienen dat ook. Die komen ook echt hier heel vaak. Kijk waar we zijn. Ik val bijna weer. We moeten hem ook aandoen. Kijk wat erin zit. Kijk hem. Wil je wat plan nog eens zien? Er zit nog een plas in. Gadverdamme. Dat heb jij weer. Ja, joh. Als je niet een keertje moet kotsen ergens van, dan doe je dit alweer. Ja, joh. Kun je het schoonmaken ergens? Daar is een hele enorme rivier. En man. Oké, dat niet. Is een enkele. Maar er is nog, dat is nog een deur. We zijn tot de conclusie gekomen dat er twee heel billy heksen zijn. Ja, ze hebben zich vermenigvuldigd. Ze hebben zelfs een val gelegd, zodat Mick met één heel poot gemeen. Heel diep in de baaier stapte. Ja, kijk mijn sok. Dat is wel heel raar te zeggen. En we zijn er nu ook achter gekomen dat die boom dus geen deur was. Daarom konden die onderzoekers dat niet uitzien. Nou, waar is de rivier? Die is daar. Het enorme rivier ligt daar. En jij, nou, waar is die rivier? Ja, maar hoe komen we erbij? Wat staat er? Kaal en kun. Hier is toch kaal? Kaal en kun. Zie je het goed? Ja. Dat is mooi. Zullen we erop rollen? Ja, zullen we erop rollen. Dat is mooi. Dat is wel weer heel apart. Zo. Quimpo! Nu gaat Max de motorman van een enorme heuvel afrijden.
daar binnen. Zo. Dat is Mustafa in zijn natuurlijke omgeving. Neem goed afstand, we gaan daar een keer voorbij. Probeer het. Kan je hem zien? Ja. Okay. Volgens mij kijkt hij naar ons. Oh ja. Hij heeft ons vast wat door, maar hij... Snel achter de bosjes. Ja, snel. Snel, de bosch. Dat is echt wel heel overtuigend. Ja, ja. Wat zijn we aan het doen? Roesten van de kijken. Er wel uitkijken. Ja, dadelijk komt meneer de bom. Oh, meneer de Groot. Ja, meneer de Groot met zijn scooter en al. Kijk, dat is magische boodschap. Kijk, een magische boodschap van Roesten van. Er komt niet veel uit, hij moet nog meer. Hij is nog niet ervaren. Uit de lende film ik jou en jou weer. En de papier van. Kijk, we kunnen hem zien vanaf de zijkant. Ja. Door de hek heen. Kijk, dat is de magische vorm. En er rijdt een trein achter. Kijk hem staan, hij is woest. Ze zijn ook met z'n tweeën volgens mij, lijkt het net. Het is een roestige vorm. Nou ja, lekker die schoolventers nou. Kom, laten we een stuk roest voor onze school zetten. En dat is dan toevallig Roestafa de magische god. Maar Roestafa is wel een goede kerel. Ja. Soms komen er ook magische boodschappen op mij. Het komt niet veel uit niet. Nee. En ook wel eens ja. Something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.